Ja, inderdaad. Wij hebben hier nooit punten cadeau gekregen. Zeker als Yassine Achebar erbij is, Dimitri Nese en El Ghatawi. Maar toch, we hebben voor elkaar gevochten en uiteindelijk hebben wij de 3 punten mee naar Antwerpen gepakt. Wat een goal, hè? Die 0-1 van jou. Ja, dus ik trapte gewoon en die ging er mooi binnen. Ging lekker binnen, ook de 1-2 en 1-3 was van mooie makelij, al was het dan in de combinatie. Ja, je speelde Fenerbahçe Beringen zoeken op dat moment. Eerste helft was moeilijk. Onze combinaties gingen niet vlotjes. Uiteindelijk tweede helft hebben we echt op hun foutjes geloerd. En uiteindelijk hebben we dat mooi afgemaakt met mooie combinaties. Zijn jullie bezig met datgene wat dat rond het veld gebeurt? Want rond het veld gebeurde vandaag weer heel wat natuurlijk, hè, met in op en tegen Beringen. Ja, we houden ons helemaal niet mee bezig. We komen hier voor de 3 punten en dat is ons doel. En uiteindelijk hebben we ons doel bereikt en nu gaan we naar huis met de 3 punten in op zak. Tot slot ga ik je laten verder gaan. Volgende week Rosalie was in de thuiswedstrijd ook geen makkelijke wedstrijd. Ja, inderdaad. We mogen niemand onderschatten. We moeten elke wedstrijd voetballen. We gaan elke wedstrijd ook voor de 3 punten. We staan nu van boven en we gaan er alles aan doen om zo lang mogelijk boven te blijven.